Hallo? Is er iemand? Als alles op rolletjes loopt, dan zal de Scheveningse pier de volgende maand geveild gaan worden aan een nu nog mysterieuze geldschieter. Wat voor soort bestemming dit hoopje beton hier achter mij zal gaan krijgen, is nog onbekend. Maar op een Arabische nieuwszender verscheen deze week een steenrijke oliesheik die deze pier wil ombouwen tot een religieus centrum. Marhaban bikum, Sheikh Omar Abdullah Jasim Mustafa Ahmed Al-Zaytouni. أنتم تتواجدون كثيرا بالديار الهولندية. ماذا تريدون أن تستثمرون هناك؟ أنا باجي لدنهاخ لاهاي باجي كثير مرات باجي هناك وأنا بيعجبني بحب البوفرتشيس. ما هي أهمية البناء فوق الماء أو ما هي أهمية البير في شخيفينينغن؟ أنا لأول مرة شفت في دنهاخ في شخيفينينغن يعني أنا لما قلبي بيعشق البترول قلبي بترولي لما أنا بشوف البناء فوق الماء هذا قلبي بيشتعل بنار من البترول وبيشتعل يعني بيشتعل لم أفهمك يا شيخ ممكن تشرح لي؟ Hallo meneer Udink. Ja. U gaat Scheveningse pier binnenkort veilen. Maar kunt u ons een tipje van de Arabische sluier oplichten? Ik heb ook biedingen uit Arabië. Ja? En is een daarvan Sheikh Omar Abdullah? Als dat hem al zou zijn, dan zou ik daar nu geen informatie over geven. Wel zeg ik dat er belangstelling is uit het Midden-Oosten. Dus u weet iets wat wij niet weten? Ja, maar natuurlijk, dat is mijn vak. Hoe zou u het vinden als de pier in Scheveningen wordt opgekocht door een Saoedische olie-sheik? Ik heb daar niet meteen een mening over, als het maar de pier blijft. Mag je overal in Nederland een gebedshuis maken? Nee, het moet wel passen binnen bestemmingsplannen. Mag het niet op de pier in Scheveningen? Bij zo'n voorziening, het is natuurlijk bij uitstek een toeristische voorziening, dus het lijkt me niet erg voor de hand te liggen om daar een levensbeschouwelijke functie aan te geven. Het lijkt een beetje op de Efteling. Het ziet er wel mooi uit. Gebedsruimte, dat betekent toch weer dat het voor mensen niet toegankelijk is. Dus ja, een kerk of een moskee, dat zou ik toch wel heel beperkend vinden. Is het volgens u mosk ja of mosk nee? Ja, ik ga door. Ik had al verwacht dat de politici hun vingertjes niet wilden branden aan dit vraagstuk. Daarom vraag ik aan de Hagenezen hoe zij denken over een moskee aan zee. Wat vindt u dat er met de pier moet gebeuren? Plat gooien, ja. Mogen ze daar ook een moskee op bouwen? Wat mij betreft wel. En dan zo diep mogelijk de zee in. Het hoort niet in dit land. Waarom hoort het er niet in? Ja, dat weet ik eigenlijk ook niet. Dat is mijn kijken op dit land gewoon. Het is een polderland. Ik bedoel, dit land bestaat eigenlijk uit weilanden en koeien. Op Scheveningen, dat is helemaal mooi. Waar al die blote vrouwen in de zomer rondlopen. Nou, denk ik dat het goed is voor hun. Ja.